De politieke oppositiepartijen reageren eensluidend negatief op het masterplan Antwerpen 2020, dat gisteren door Vlaams mobiliteitsminister Crevits werd gepresenteerd. Uit de voorspellingen die de minister en het Vlaams Verkeerscentrum maakten, blijkt dat de Antwerpse ring ook na het masterplan voor 90% verzadigd blijft. En dat één klein incident al voor grote fileproblemen kan zorgen. Het is dus dringend tijd dat de Vlaamse regering de oogkleppen afgooit, zo vinden de politici en de actiegroepen. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits presenteerde gisteren het masterplan 2020 voor de Antwerpse ring. Conclusie: het internationale vrachtverkeer zal ook binnen 10 jaar nog over de Antwerpse ring rijden. En, ondanks alle verkeersmaatregelen die werden uitgewerkt, blijft de ring voor 90% verzadigd en gevoelig voor files. Dat is ongehoord, vinden de Vlaamse oppositiepartijen. Het gaat hier om een investering van 3 miljard euro. Dus 3 miljard euro. Als dan uit cijfers blijkt dat binnen een jaar of 10 we al met serieuze problemen gaan zitten, filegevoelige gebieden hebben in de ring tussen Berchem en Borgerhout, ja, dan zou je denken dat bij verantwoorde bestuurders alle lichten op oranje springen, maar blijkbaar niet zo bij minister Crevits en bij burgemeester Janssens, die op basis van deze studie zeggen van: dit is een goede zaak, hier gaan we door. Wij hadden graag gehad dat het debat opengetrokken werd. Er moet nu een nieuwe groep tot stand komen. Er moet een heel nieuwe ruimtelijke context voor het Antwerps mobiliteitsvraagstuk uitgetekend worden. En wij hadden gehoopt dat die gelegenheid te baat genomen zou kunnen worden om ook de alternatieven die de burgerbeweging en belangrijke mensen binnen het havenbedrijf naar voren schuiven, om die mee te nemen. Wat niet is gebeurd. Dus ik weet niet wat de minister is komen doen. Ook de Open VLD vindt dat de Vlaamse regering met haar peperdure masterplan 2020 een oplossing moet brengen voor het fileprobleem op de ring. Actiegroep Ademloos kan er niet bij dat minister Crevits het alternatieve Meccano-tracé blijft negeren en dat ze alle verkeer nog steeds door Antwerpen over de ring stuurt. Men hoopt eigenlijk dat het thema zal verdwijnen. Maar er is maar één manier om het thema te verdwijnen. Dat is er zorgvuldig mee om te gaan en de stad recht doen namelijk. Het is een woonstad. Het is geen verkeersstad, geen grote rotonde, het is een woonstad. Het moet teruggegeven worden aan de Antwerpenaren. Niet op de kap van andere mensen, maar door zorgvuldig op een andere manier met de problemen om te gaan. Het laatste woord over het masterplan 2020 voor Antwerpen is nog lang niet gezegd.